Is dat mooi of is dat mooi, jongens? Dat waren ze, jongens. De lokale politie. Goedemorgen, mensen. Het is nog vroeg. En waar is het nog vroeg? In het dorpje Benal Madena. En ja, dat is een toeristenoord. Dan heb ik jou daar. Ik had er nog nooit van gehoord, in alle eerlijkheid. Maar het is hier echt hartstikke leuk en dat laat ik je vandaag zien. En we beginnen met een natuurspektakel. En daarvoor loop ik nu naar het strand. Nou, ik hou jullie niet langer in spanning, maar dit moet je zien. Dit is echt... komt hier aan, hè? En zijn jullie er klaar voor? Komt hier. Is dat mooi of is dat mooi, jongens? Ik zet de camera gewoon neer en dan gaan we met z'n allen naar die zons op gaan kijken. De zonsopkomst in Benal Madena. Wat een plaatje, hè, jongens. Daar kan je toch naar blijven kijken, hè? Kijk even, en dan die palmbomen erbij. Je waant je gewoon in de tropen. Nou, dat was dus een vroegertje vanmorgen. En gelijk een mooie gelegenheid om een ontbijttentje te gaan zoeken hier aan het strand. Wat dacht je daarvan? Leuk om te melden misschien. Ik ben geïnterviewd door Radio Costa Blanca. En dat is een radiozender op YouTube. Dus ik weet zelf ook niet precies hoe het gaat. Maar speciaal voor Nederlanders die in deze regio wonen. En die Janine van die radiozender heeft me geïnterviewd. En wat grappig, die radiozender, daar is Erik de Zwart ook, ken je die nog? Erik de Zwart. Mee verbonden. Dus, en dat interview dat zenden ze 3 dagen achter elkaar uit in verschillende stukken, omdat ik gewoon te veel klets. Dat zal het zijn. Maar als je het nou leuk vindt om dat te volgen, dan zetten we hier even de URL neer. En hoe laat dat die uitzendingen zijn? Dat is je vindt wel lollig. Ik vond het in ieder geval wel lollig. Het is nu maandagochtend dus en het stadje begint een beetje te ontwaken en dat zie je al een beetje aan die ontbijttentjes. Dan moet ik eerlijk zeggen dat de meeste nog dicht zijn, maandagochtend. En gisteren heb ik ook al eventjes over die boulevard gelopen, zondagavond. En toen was echt alles open en dan kon je hier over de kop lopen. Maar nu op zo'n maandag is het lekker rustig en ja, het zijn vooral de pensionado's die je hier ziet
ziet wandelen, zeg maar. En lekker ziet uitrusten in het zonnetje. En geef ze even ongelijk, jongens, want dit is het uitzicht. En daar word je toch wel heel erg blij van. Vooral als je weet dat het gewoon 13 maart is. Dus, nou, misschien snappen jullie een beetje waarom ik hier in Spanje ben. Nou, en ondertussen zijn alle tentjes al open. Kijk, het wordt ook allemaal wat drukker hier. En ja, als je dan een ontbijttentje uitkiest, dan kan je natuurlijk kiezen voor, hou je vast, hè, het is hier ook een soort half Benidorm. Dan kun je kiezen voor het Trefpunt, echt een Nederlands tentje. Maar ik heb er hier nog één gezien. Dat is trouwens wel leuk, dit gedeelte heet trouwens Playa de, het staat op een bord hoor, daarom weet ik het, Cariuela. En dat is eigenlijk een beetje een buitenwijk al van Torremolinos. En dat merk je ook aan, nou ja, je zag het Trefpunt, Friet van Piet en dat soort dingen. Maar hier, dit is ook een heel leuk tentje en dat heet De Lounge. Ziet er ook wel gezellig uit. Dus ik ga hier eens even kijken of ik hier een ontbijtje kan scoren. Nou, een ontbijt is onderweg, jongens. En begin alvast met een sinaasappelsappie. Ook nog vers geperst. En een café con leche. Oh, en kijk nog even mee naar het uitzicht. Het is 13 maart, let op. Gracias. Dus dat. En we noemen het ontbijt, jongens. Willen jullie het ook nog van dichtbij zien? Die dan van dichtbij op speciaal verzoek. Op maandag, 10:15, met dit buitengewoon vervelende uitzicht. Ik sla me er wel doorheen. Ik doe het voor jullie, hè. Hi guys. Yeah, very good. How are you? Hi guys. Yeah. Dat is ook wel grappig met al die straatverkopers, jongens. Dat is zo illegaal als de pest. Allemaal van die netmerken. En hoe herken je nou dat de politie aankomt? Nou, dan maken ze allemaal dat ze uit de benen komen.
Dat is wel grappig, die gasten zitten op een lakentje. En dat laken is dan aan vier hoeken, hebben ze een touw. Dus als ze dan echt moeten rennen, zeg maar, het is hartstikke verboden hier op die boulevard. Als ze dan moeten rennen, dan trekken ze die vier touwen bij elkaar. Slingeren de hele boel op de rug, zoals je hier ziet. En weg. Dat waren ze, jongens, de lokale politie op straatverkopersjacht. Nou, ik weet niet of dat echt zo is, maar die mannen die houden elkaar goed op de hoogte, die straatverkopers dan, hè, met een belletje. Van, daar komen ze aan, ze smelten de kazen. Dus kat en muis, altijd lollig. Ondertussen ben ik op de terugweg naar mijn campertje. Daar zie je nog de zee. En de camperplek is achter dit park. En dat is Park La Paloma. En ja, het is een heerlijk park om erheen te lopen. En hier heb je de maquette. En dan heb je gelijk een beetje een idee hoe groot dat park is. Kijk eens even met die sloot. En die zien we daar. De vijver. En... Park La Paloma in Benal Madena, jongens. En ja, een heerlijke afsluiting van deze wandeling. Dat mooie park. En ik laat je zometeen natuurlijk ook gelijk even de camperplek zien. En dat is een hartstikke legale plek. Er wordt hier flink gehandhaafd. Dus illegaal staan heeft hier geen enkele zin. En daarom is die plek waar ik zometeen waar ik sta... Die ik je zo meteen laat zien. Dan ga je zien dat het echt knetterdruk is. Nou, en hier is hij dan, jongens. De camperplek van Benal Madena. En nou, wat ik al zei, het is geen sfeervolle plek. Maar ja, voor mij hoeft dat dan niet, want dat is het plaatsje op zich al. En ja, omdat er zoveel gehandhaafd wordt, is het hier donders druk. Dat zie je meteen aan alle rijtjes. Kijk, een verzorgingsplaats met een plek om water te laden en om je toiletcassette te legen. En voor de rest is het hier hutje-mutje, dus geen... Geen plek om nou heel opgewonden van te raken. Ik zag daar nog een konijn wegschieten, zagen jullie dat ook? Dus geen plek om hier nou te zeggen van jongen. Maar dat is ook het verschil met een camping. Hè? Naar een camping, daar ga je toe om lekker de tafel buiten te zetten. Dan zit je onder een boompje en het is daar gezellig en knus en leuk. En op zo'n plek als dit,
Ja, daar ga je niet uitgebreid recreëren. Dat zie je ook. Er is gewoon helemaal niemand, zeg maar. En die mensen zitten natuurlijk allemaal lekker op een terrasje. Geef ze eens eventjes ongelijk. Kijk, volle bak. Maar ja, ik vind het een meer dan prima plek om vanuit hier Bena Almadena te gaan bezoeken. En ja, je ziet het. Het is druk. En je moet echt mazzel hebben om hier een plekje te vinden. En nou ja, die mazzel had ik. Dus daar zie je hem staan met de motor achterop. Dus dit is wel gelijk een mooi moment om de vlog af te sluiten vanuit Bena Almadena. Ik vond het leuk dat jullie erbij waren. Geef deze nog even een duimpje. Ook als je die droombeelden leuk vond, daar doe ik echt stinkende best voor. En nou ja, abonneer nog even op mijn YouTube kanaal. En tot de volgende keer.